leuk dat jullie kijken naar deze extra video. Vandaag vertel ik 20 random facts about me. Dus laten we beginnen. Feitje 1. Ik hou enorm van alles sorteren. Het liefst alles op kleur, boeken die bij elkaar horen, op volgorde. Mijn kast hangt altijd alles op kleur en op soort. Het geeft gewoon rust, vind ik super fijn. Dus daar hou ik altijd wel heel erg veel mee bezig. Feitje 2. Ik moet altijd huilen bij de film My Girl. Het is volgens mij een kinderfilm, maar ik vind het zo zielig. En ook al heb ik hem volgens mij al 100 keer gezien, elke keer moet ik weer huilen als ik de zielige momenten in die film zie. Feitje 3. Vroeger wilde ik altijd soldaat worden. Ik wilde bij de landmacht. Ik vond dat leuk. Ik vond het sportief. Ik vond het geweldig. Dat wilde ik altijd doen. Nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik dat zou doen. Maar dat was wel echt een dingetje. Feitje 4. Ik lust echt geen kaas. Ik vind het vies maken. Ik vind het vies ruiken. Ik lust het niet zo. Ik lust het niet gesmolten of ergens in. Ik vind het gewoon verschrikkelijk vies. Feitje 5. Ik ben een echte achtbaanfanaat. Ik kan er eindeloos in zitten. Het maakt me niet uit hoe hoog ze zijn, hoe snel ze gaan, hoeveel loopings. Of in ieder geval, het maakt me wel uit, want hoe meer, hoe beter. Het kan me gewoon niet gek genoeg. Ik vind dat gewoon heerlijk. En ik heb al een hele lange tijd nagedacht om gewoon bij een achtbaanclub te gaan, zodat ik heel veel in achtbanen mocht. Feitje 6. Ik heb 21 zwemdiploma's. En dat is wel heel grappig, want nu ga ik wel eens met ze gaan zwemmen. Maar verder zwem ik helemaal niet meer. Maar vroeger heb ik er heel veel gehaald. Kijken of ik ze uit mijn hoofd kan opnoemen. Ik heb mijn A, B basis. Dat was van vroeger. Daarna kwam het A, B, C. Mijn zwemvaardigheid 1, 2, 3. Ik heb overlevingszwemmen 1, 2, 3. Snorkelen 1, 2, 3. Kunstzwemmen 1, 2, 3. Walvaardigheid 1, 2, 3. Volgens mij heb ik ze dan allemaal. Maar ik heb in ieder geval 21. Feitje 7. Ik ben een echte Harry Potter fan. Ik heb alle films heel erg vaak gezien. Ik heb de boeken heel vaak gelezen. Ik heb ze uiteraard ook allemaal. En ik heb ze al heel vaak gelezen. En ik ga ze gewoon vanzelf weer lezen. Want het blijft gewoon heel erg leuk. Feitje 8. Mijn lievelingskleur is paars. Ik vind het gewoon een mooie kleur. Feitje 9. Ik heb gewoon heel de dag honger. Ik eet gewoon het liefst heel de dag door. Ik eet gewoon 3 grote maaltijden. En verder ben ik eigenlijk heel de dag aan het zoeken of het iets is. Nou probeer ik wel tegenwoordig veel gezonde snacks te pakken. Gewoon fruit, want dat vind ik heerlijk. Ik ben gek op fruit. Maar ik moet gewoon eten. En ook 's avonds laat eet ik gewoon altijd eigenlijk wel een vierde maaltijd voor ik ga slapen. Can't help myself. Feitje 10. Mijn favoriete Disneyfilm aller tijden is Belle en Beest. Die film heb ik zo vaak gezien. En toen ik klein was, zei ik ook altijd dat ik in de jurk van Belle wilde trouwen. Ik vind het gewoon een geweldig leuke film. Ik vind de liedjes super. Ik ken ze ook nog steeds allemaal uit mijn hoofd. Ik zing ze ook heel graag mee. Ja, ik hou er gewoon van. En Sarah vindt ze tegenwoordig vindt het ook heel leuk. Dus mag ik het gewoon extra weer kijken. Feitje 11. Mijn lievelingsgetal is 25. Iedereen heeft altijd een lager lievelingsgetal. Maar ik vind het gewoon een leuk nummer. Feitje 12. Ik hou heel erg van Sinterklaasliedjes zingen. En dat doe ik het liefst ook het hele jaar door. Stiekem wel als ik alleen ben meestal. Soms met Sarah, want die vindt ze ook altijd wel heel erg leuk om te zingen. Ik weet niet, ze zingen gewoon leuk, lekker. Feitje 13. Ik wil heel graag nog een keer naar Moskou. Nou wil ik nog heel veel op de wereld zien, maar dat trekt me gewoon al heel lang. En dat is er nog steeds niet van gekomen. En misschien is er helemaal niks aan. Maar als ik dan gewoon foto's zie, die gebouwen en alles. Ik weet niet, ik vind dat gewoon heel mooi. En ik wil daar heel graag nog steeds een keer heen. Feitje 14. Ik ben gek op Kentucky. Nou heb ik natuurlijk net al verteld, ik eet sowieso heel erg graag. Maar ik vind Kentucky gewoon een van de allerlekkerste dingen die er zijn. Dus ik doe het niet, maar het liefst eet ik er heel erg vaak. Feitje 15.
Ik slaap niet heel veel. Ik slaap gemiddeld 6 uur per nacht. En dat is prima. Dat gaat gewoon goed. Dan voel ik me ook gewoon goed. Kom ik er te veel onder, dan word ik wel heel moe. Dan gaat het ietsje minder. Maar 6 uur is voor mij prima. Feitje 16. Ik maak heel veel foto's. Het liefst heel de dag door van alles wat ik leuk vind. Voornamelijk dus van Sarah. Maar ik klik gewoon heel erg graag. Ik heb ook een bijnaam gekregen. De Japanner. Jullie kennen allemaal wel die Japanse toeristen. Die altijd zo heel de dag zo lopen. Nou, that's me. Een beetje. Feitje 17. Geen verrassing. Iedereen heeft de naam van mijn kanaal natuurlijk gelezen. Ik draag eigenlijk altijd hakken. Heel soms in de zomer wil ik wel eens smokkelen met een sandaaltje of een slippertje. Maar ik moet zeggen, ik ben zo gewend op hakken te lopen dat ik dan ook wel echt weer verlang om mijn hakken aan te doen. Want voor mij loopt dat gewoon echt het allerlekkerst en ik voel me daar gewoon heel fijn bij. Feitje 18. Ik ben heel erg slecht in stilzitten. Soms denk ik wel eens, nou laat ik gewoon even een half uurtje niks doen of gewoon tv kijken. En na 5 minuten dan denk ik weer, oh ik kan nog dit doen of ik wil nog dat. Of dan, ja, ik moet gewoon altijd dingetjes doen. Dus soms echt even dwingen om even niks te doen. Maar daar ben ik niet goed in. En vandaar ook dat ik dus eigenlijk aan de gemiddeld 6 uur slaap per dag zit. Want een dag heeft gewoon te weinig uren als je altijd graag bezig bent. Feitje 19. Ik hou enorm van serie kijken. Ik heb ook echt waanzinnig veel series gekeken. Soms kijk ik eens een film als ik hem echt heel erg goed vind. Of als het in de bioscoop is. En vooral ook omdat het gezellig is. Maar het liefste kijk ik gewoon heel veel series. En dan zijn we aangekomen bij het laatste feitje. Feitje nummer 20. Ik heb een enorme tik-tak-tik. Ik heb ze in allerlei rare smaken. Donutsmaak, appelmix, cola en lemonade. Deze banaan en mandarijn. Deze ook, wel weer een andere. Dit is een mix van geloof ik alle smaken van tik-tak. Er zitten er echt heel veel in. Mijn favoriete smaak, dat is Cherry Passion. Die is momenteel op. Die is hier ook bijna in Nederland niet te koop. Maar heb ik wel het geluk dat mijn ouders heel vaak naar het buitenland gaan. En ze die dus vaak mee kunnen nemen. Maar ik moet dus altijd gewoon Tic Tacs bij me hebben. En tussendoor gewoon kunnen eten. Ik vind dat gewoon super lekker. En dan zijn we weer aangekomen bij het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat even een duimpje achter en een leuke reactie. Abonneer je ook even hieronder als je dat nog niet gedaan hebt. Zou super zijn. En dan kunnen jullie hierna gewoon weer de normale vlogs volgen. En er komen nog meer extra video's aan. Dus ik zie jullie binnenkort. Doei!